Leuk dat je kijkt bij deze video. Ik heb Eddie zover gekregen om een video met mij op te nemen. En de enige video die hij met mij zou willen doen is een Boyfriend Does My Makeup. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb het hem een beetje uitgelegd. Sorta. Ik vertrouw hem wel, hij is vrij artistiek. Maar... Never done this before. Nee, en tekenen kan die ook niet heel goed. En ondertussen had ik op Instagram gevraagd of mensen vragen voor ons hadden die we dan konden beantwoorden. Dus die ga ik ook aan jou vragen tussendoor. Dus, you can start. Ik heb trouwens al wel mijn primer erop gedaan, want die is heel duur. En ik wil niet dat je dat te veel doet. Je vertrouwt mij niet. Nee. Oké, dus dit spul, eerst kwastje. Wat gaat er gebeuren? Ja, de foundation. Dat is dit. Ja, en dan niet te veel. En dit gaat op? Op mijn huid? Op mijn vinger? Nee. Moet ik dit direct op je huid doen? Dat kan, of op de kwast en dan op mijn huid? Ja, beter op die kwast, anders dan ga ik het gewoon allemaal knoeien, denk ik. Mijn neus ook zo? Ja, een beetje. Altijd op je neus. Niet te veel onder, want door die mondkapjes... Maar ik denk dat ik te veel gezet heb, of ik heb het. Wow. Voelt wel. Jij zegt mag wel een beetje meer. Pak een beetje papier, want anders beginnen we meteen op top. Pak even die blote billen. Weet je toch, ik hou van die natural look. Ja, oké. Nou. En op je nossen. Kijk veel. Ja, het is goed, goed uit blenden, hè? I try my best, maar het is best wel dik. Dik spul. Die kan het ook zo. En dat je het zo. Ik heb volgens mij nog steeds te veel gebruikt. Moet je geen spiegeltje hebben om af en toe te checken? Of ga je maar dat, nee, is toch, dat is toch. Oh, kijk. Het is toch van de video. Kijk. Gaat het beter? Ja. De eerste vraag was in het kort: hoe hebben we elkaar leren kennen? Een feestje toch? Ja, een feestje van Sharon in the middle of nowhere. Inderdaad, in the middle of nowhere. Dat was ook de eerste keer dat ik in Uden was. Toen ging ik, had ik jouw vrienden leren kennen en die vroeg of ik meeging. En het klikte gelijk, hè? Maar jij had een vriendin. Ja, yeah, you started dating one of my homeboys. Ja, maar eind goed al goed, want... Ja, was ook geen goede timing. Nee. Oké, volgens mij ben ik alweer veel te lang bezig. Nee hoor, blenden takes a long time. I guess we're there. Ja. Yeah. En dan gaan we door met de concealer. That's this one. Een beetje toch? Ja, ik doe meestal... Oei, oei. Ja, dat is wel denk ik. Oké, eerste vraag, of tweede vraag. Hoe ga je om met mensen die soms vooroordelen hebben omdat je jong ouders, omdat jullie jong ouders zijn geworden? Niet echt dat ik daar veel te maken mee heb gehad ofzo. Ik denk dat jij daar sowieso minder mee te maken hebt gehad. Ja. Je moet deppen. Oh, excuse me. Nee, enige wat ik dan altijd tegen mensen zeg is, zonder Judah was ik nooit fulltime in mijn business gegaan. Nee, tenminste, klopt. Niet zo snel. Dat is echt omdat hij kwam. Dus in die zin is het alleen maar positief. Ja. En ik kan wel genoeg mensen die ik wel ken die op hun 30ste nog niet klaar zijn voor kids. Dus het is maar net hoe je erin staat. Nee, maar we hebben wel eerlijk, toen we er echt net achter kwamen, dat mensen wel zeiden van, weet je het zeker? Ja, en, omdat we toen nog, jij toen nog op school zat. Mensen die dachten dat ik het expres deed. Ja, klopt, ja. Ja. Sorry, ik ben je aan het... Oké, dan is deze. Oh ja, wacht. Het is de Warpaint. Warpaint. Zo toch? Begin jij toch hier op? Ja. Of hier langs je? Je gaat, als ik zo doe, hier een lijn toch? Mm-hmm. Ja, die lijn moet ik pakken. Like that. Oké. Veel. I don't know. Ik zie al die dikke lijnen. Meestal weer blenden of niet? Nee, mijn voorhoofd doe ik ook. Want ik vind een beetje dat ik een groot voorhoofd heb. Five head, dus iets zoiets. Ik weet het. Naar beneden en naar boven? Nee, je gaat altijd. Je gezicht moet liften, toch? Dus daarom. Oké, dat zijn mijn tips. Hebben jullie ooit een break gehad?
Nee. En om heel eerlijk te zijn, hebben wij ook nooit echt ruzie gehad. Zijn wij van 0 to 100 gegaan in 9 maanden. Ja. Maar ja. Het scheelt wel dat wij in het begin best wel, omdat ik toen in Almere woonde en jij in Schoonhoven. Ik wou vaak op en neer, maar het was niet zo dat we elke dag bij elkaar op de lip zaten. Nee, klopt. En dat vond ik wel fijn. Ja, vooral in het begin. Een beetje ruimte om elkaar te missen, toch? Ja. Anders word je niet deze moe van elkaar. Maar ook toen ik zwanger was, toen woonde jij eigenlijk ook nog in Almere. Was je daar nog aan het werk? Klopt. Dus nee. Is het goed geblend allemaal? Geen vlekken? Ja. En dan doe je het. Nee, ik doe, de bedoeling is juist een beetje veel. En dan laat je het zetten. Ja, waar gaan we beginnen? Dit is het setje, want het is nat. Dat maak je toch nog wel heel veel. En eyebrows. Moet je mij wel even recht aankijken? Ik weet dat je van de camera houdt. Hoe ver ga je naar binnen? Er is er eentje goed, dat is deze. Volgende vraag was, wie zegt het vaak sorry? Ik zeg gewoon altijd snel sorry. Ja, ook tegen random mensen buiten op straat wel helemaal geen sorry te zeggen. Loopt iemand tegen je aan in de winkel ook sorry? Ja, dat er hun schuld is. Ja. Het is dus niet beledigend. Wacht, moet ik hem helemaal... inkleuren met dit ding? Nee, je moet hem niet inkleuren. Oh. Je moet de omlijning zetten. Dus buitenkant omheen gaan? Ja, zo de onderrandje en het bovenrandje. Oh, ik denk, ik teken hem helemaal in. Nee. Ik weet al een beetje hoe je onderrandje eruit ziet. Nee, maar voor de mensen die net kijken, of nu voor het eerst kijken, wij zijn 3,5 jaar samen. Kennen elkaar 5 jaar, zoiets? Ja. Maar 9 maanden in een relatie. Toen we 9 maanden samen waren, kwam ik erachter dat ik zwanger was. Dus dat is wel vroeg, maar. Is het zeker waard, hè, baby? Soms weet je gewoon met iemand of het lukt of niet. Dat weet je gewoon. Ja. Ik vind het knap dat je dat bij jezelf kan. Ja, maar ik was aan het stellen. Dus na 9 maanden kwam ik erachter dat ik zwanger was. En toen was ik 22. Bijna 23. En jij was toen 25 of zo? 24. Dus vrij jong. Best wel heel jong. Maar ja, we wisten gewoon dat het samen ging werken. En we wilden er allebei gewoon 100% voor gegaan. Dus dat hebben we ook gedaan. En ever since is ons leven echt fucking goed. Toch? Er is niks te klagen. Wat was het mooiste moment van een baby? Dat hij geboren wordt. Daarna is het hel gelijk. Eerst een momentje vasthouden. En ja. Realiseren dat het niet meer hetzelfde zou zijn. Dat is sowieso. Ja. Oh, ineens wordt hij overlicht. Nee, maar je draagt 9 maanden een kindje. En wij zijn er beide. Nou ja, waren we er heel erg in involved. Hij ook. Ja, iedere avond aan mijn buik strelen, masseren deed je altijd. Tegen striën en zo. Mm-hmm. En dan na 9 maanden, om dan voor het eerst je kind te zien. Dat was voor mij echt het allermooiste moment. En nu, want natuurlijk, er zijn ook hele zware momenten. Maar gewoon als hij lacht, dan wil je gewoon huilen van blijdschap. Oh, dat is gewoon. Wat nu? Het heeft zoveel liefde. Wat vinden jullie belangrijk om Juda mee te geven? Zelfvertrouwen. Zelfrespect. Zelfrespect, ja. Ook respect voor anderen, voor vrouwen. Vind ik heel belangrijk, vooral tegenwoordig. Ja. En dat hij gewoon is wie hij is. Dat vind ik ook belangrijk. Dat hij gewoon zichzelf kan zijn. Dat hij bij ons zichzelf kan zijn, vind ik ook altijd belangrijk. Tuurlijk, ja. Hoe ervaren jullie het ouders zijn? Ik denk dat ik nu voor het eerst ook een soort van purpose in mijn leven heb. Klinkt heel stom. Maar gewoon ja, ik iemand had anders. Gewoon moeder moeten zijn ofzo. Dat is gewoon het doel in het leven. Maar het is ook zwaar. Ja. Ja.
En ik merk wel dat ik nog veel meer behoefte heb om dingen te doen zonder hem, zeg maar, ja, dan jij. Ja. Ik heb dat wel echt nodig. Maar nu steeds meer ook, hè. Ze zitten er wel lekker stevig op, hè? Oké. Dat is wat ik gewend ben, denk ik. Hey, that's my job. Ja, een beetje blenden. Was het ver, was ik nog niet. Een beetje blenden. Dan ga je in boogjes, hè, dames? Ja. Oké. Wat zijn volgens jullie drie dingen die samen die zorgen voor een lang leven samen? Ik denk altijd gewoon een granny en grandpa, want die zijn gewoon samen nog steeds altijd lief, maar ze zijn wel gewoon gelukkig samen. Ja. En volgens mij te dik opgesmet. Maar ja, ik weet niet, op de een of andere manier, ik weet dat het niet zo is, maar soms, op de een of andere manier vind ik het soort van vanzelfsprekend dat je samen oud wordt. Het zijn mijn role models, dus ik ga er gewoon vanuit dat het zo is. Ja. Ups en downs, ja of nee. Ja, maar dat is het toch, dat als je ups en downs hebt, kom je daar dan samen uit voor een lange leven? Ik denk dat elkaar ruimte te geven, mm-hmm, en communiceren. Oeh, deze vind ik ook knap voor mezelf. Ja? Heb ik wel beter gedaan? Of heb ik daar helemaal niet goed gedaan? Ik weet niet, hè? Die vind ik mooier dan die, want ik ben hier buiten je ooglid gegaan. Ja, zo wordt het ook. Wel? Ja. Oh, maar dat vind ik minder mooi dan hoe ik het nu aan die kant doe. Oké, helemaal meer. Maar drie dingen, dus ruimte, communicatie en ik denk dat je echt humor moet bewaren in je relatie. Dat vind ik zo belangrijk. Ja, dat mag je ook wel eens een keer mee beginnen, weet je. Ik weet niet, echt niet grappig. Ik ben het zonnetje in huis. Toch is het toch wel belangrijk dat we samen kunnen lachen. Ja, en we hebben ook echt wel geluk dat we echt een hilarisch kind hebben. Ja, true. Ja. Eindigt in een puntje toch bij altijd. Ja, zo. Yep. En dan is het kunst om ze allebei gelijk te krijgen. Ja. Dan stopt hij zo in één keer. Ah, ik kan even wat tijd. Sorry. Zo gek, ik zie jouw oogbal echt zo, die iris van je oogbal echt zo in jouw oog zitten. Bewegen? Ja. Het is veel dikker, ik zie hem precies daar zo zitten. Zo'n dikke oogbal. Je hebt een dikke oogbal. Maar mag ik even terugkomen over het feit dat jij meer tijd nodig hebt? Of merk dat je meer alleen tijd zonder Juda nodig hebt? Ik denk dat dat ook wel een verschil is tussen mannen en vrouwen. Ja, dat denk ik ook wel. Toch, dat merken wij toch ook wel onze vrienden. Ja, een beetje. Die ook vrienden van ons die bijvoorbeeld een kindje hebben. Je hoort bijna eigenlijk altijd hetzelfde. De vrouw het er moeilijk mee heeft dat een kei, dat de man een kei, dat de kei uit wil of naar vrienden toe wil gaan. Ik denk dat wij dat gewoon minder die behoefte daaraan hebben. En dat we daarom van jullie verwachten dat jullie dat ook niet hebben. Dat je gewoon lekker met ons thuis wilt chillen. Ja, dat vind ik ook heerlijk. Alleen ik heb af en toe gewoon een keer een bloemetje buiten zetten. Dus deze tijd is natuurlijk sowieso moeilijk. Ja. In mijn oog. Ja. Kijk hoe groot de kast is. Moet je mikken? Ja, juist. Zag je hoe je dat opzij? Juist. Wow! Likken die flikken die wrist. Is dat deze? Ja. Wow, jij gaat wel los met die bonzen, man. Ja, daarom ik wel even... Hebben we deze in Indo gehaald toen? Ja. Oei, twee jaar geleden al? Ja. Nee! Deze kwast? Ik had heel netjes bij elkaar gelegd. Ja. Weer met het gezicht mee? Ja, en dan van stroke en dan stroke. Net als pijlen. Niet op en neer, maar gewoon... Ja, daarom zeg ik met... Maar wel helemaal naar achter. Oh. Ik bedoel, het gaat om de cheekbone. Oh, sorry. Dus ik hoef alleen maar hier één lijn te pakken. Mm-hmm. Kijk, nu zie ik tenminste wat op je gezicht komen. Oh, ik weet niet of het te veel is geweest. Kijk, hier zo onder, hè? Ja. Ik weet waarom je dat doet. On the camp for the win! Dus kijk die... af moet spreken dat je met, het maakt niet uit hoe het uiteindigde, dat je hier gewoon mee in de straat gaat vandaag. Deal? Wat krijg ik? Mag ik dan niet op onze kopen? Doe je toch wel. En dan naar blush.
Waarom duurt dat zo lang bij jou? We zijn een heel gesprek aan het houden hier en ik heb het gevoel alsof het nog een stuk sneller gaat dan wanneer jij in de ochtend daar... Nee, je valt wel mee. Hoe denk je dat het moederschap jou als persoon heeft gedefinieerd tot nu? Tot nu toe. Dat is een vraag aan jou, toch? Ja. Ik doe zo, want je moet me afvallen. Het heeft me veel rustiger gemaakt, vind ik. Ja, misschien niet eens meer een glaasje wijn drinken. Nee. Nee, niet alleen in die zin, maar ik denk wel dat ik veel meer... Ja? Mijn gezicht. Dit. Of mijn voorhoofd, ja. Ik, maar ook beneden. Ja, alles even. Gewoon heel snel swoeshen. Ja, zo. Nee, het moederschap heeft me echt een stuk kalmer gemaakt. Ook wel een... Waarom gaat alles dan uit vanaf jouw mustache? Wat doe jij? Ja, ik moet die haartjes van jou wegwerken. Je hebt ook een pincet of niet? Ik laugh because it's true. Nee, wat doe jij? Dat hoort toch niet daar? Ja, maar ik probeer me gewoon mee te smurtje toch? Ik moet me gewoon mijn gang laten gaan. Ik weet dus wel wat ik doe hoor. Een beetje? Nee, om mijn gesprek, mijn vraag af te maken. Nee, het heeft me een stuk kalmer gemaakt in de zin dat ik veel meer... bewuste keuzes maakt. Dus over heel veel dingen veel beter proberen na te denken. Maar het heeft me ook wel gestresster gemaakt. Ik kan bijvoorbeeld veel slechter met stress omgaan. Omdat je gewoon echt met slapeloze nachten zit. Maar ik ben wel, als ik terugkijk naar foto's van hetzelfde jaar als dat Judah is geboren, ben ik echt veranderd van een meisje naar een vrouw. Want je ziet het gewoon. Dat is lipgloss. Ik vind mama zijn echt prachtig. Dat is het mooiste wat me is overkomen. Dat sowieso. Je eerste lip lijnen. Oh. Het is net alsof je in een papiertje eerst de lijntjes tekent en dan invult. Ik heb niet van Kylie Jenner lips. Dat is een fake shit. Niet lachen. Je moet niet zo dom kijken. Het is gewoon mijn gezichtje. Ik kan er ook niks aan doen. Kom hier. Ik mag je aan je Shut up, man. Kom hier. Onderkant ook? Ja. Van buiten naar, van binnen naar buiten, toch? Wie weet je? Of hoort hij niet? Huh? Weet je, ik had het grappig vinden als vrouwen dit op een tand hebben. Ik zeg wel iemand, maar je loopt de halve dag met zulke dingen. Echt? Ja, maar dan zeg ik expres niks. Die highlight, of die aanraken ook of niet? Wat, die liner? Ja. Ja, jongen, gaat er net... overheen. Ja. Ben ik dan? Oké, en nu heb ik vragen voor jou en dan ga ik jou opmaken. Nee. Wauw. Oh, wacht even. En oh ja. Wimperkrullen shit dan. Wimpers ook doen? Ja, maar hier, pas alsjeblieft op met die. Ready? Hier, jezelf. Zo. Weet je waar deze vinger op gezeten Zo, so, let me check. Deze lamp gaat wel ham sandwich. Ham sandwich? Wat is dit? Wat dan? Weet ik niet. Wat vonden jullie dan hoe ik het gedaan heb? Ik vind ben best wel tevreden met mezelf deze keer. Ja, dan moet je vragen om een duimpje. Thumbs up. Wow, wat is dit? Thumbs up voor je boy. Kijk hier, dit is gewoon nog foundation. Ja, het ligt in de kwasten van jou. Je maakt de dingen niet goed schoon. Echt wel? Nee, jongen, gek. Ik ben wel heel bruin. Ja, wil je toch? Toch? Dat was toch de bedoeling? Mm-hmm. Wenkbrauwen zijn ook on fleek. Mm-hmm. Ik moet je geven, de eyeliner. Alleen deze is een beetje net iets. Er zit een
plekje omhoog. Ja, alleen waar ik wel echt van baal, is dat je highlighter hier hebt gedaan. Waar moet het anders? Highlighten doe je hier zo. Oh ja. Oh ja, ja. Ik zat helemaal met je lijntje te denken. Kan nog wel een beetje erop smeren voor je? Daarboven. Doe ik wel even blenden, jezelf. Al met al, of de lippen zijn redelijk. Nou, die lippen, er is niks op aan te merken, je weet toch? En de mascara is ook een... Ja. Oh ja, kijk, kijk, kijk. Zie je, dan highlight je de area. Heb jij helemaal niet nodig. Ja, ik ga niet zo over straat, maar al met al... Hoezo? Heb je net afgesproken? Kijk die wenkbrauwen. Ja, oké, okay, maar ja. Ik zie af en toe bitches lopen met... Hey, 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 YouTube-kanaal, ja, ja. Hè? Oh, kijk hier. Wat? Ja, jongen, daar hebben we toch kwasten voor om dat te blenden. Even laten zien. Kun je het zien? Kijk hier zo'n beetje zo, jongens. Kijk hier. Wat dan? Die overgang. Er is juist een overgang, dat kwam goed. Oké, okay, nou schatje, heel erg bedankt. Kom eens even hier in beeld. Ik zit al heel de tijd in beeld. Dankjewel dat je met mij de video wilde doen. Nou, misschien kunt Julia connecten voor als je ook een make-up sessie door mij gedaan wil hebben. 2020 make-up. We launchen volgend jaar. Eerste lijntje. Ja. Ja. Nou, laat even weten wat jullie ervan vonden, hoe Eddie het heeft gedaan. Ik vind dat hij het voor... Ja, ik ben ook wel... Nog best wel goed heeft gedaan. Ja. Laat even weten in de comments. En thanks for watching. Als jullie dit soort video's leuk vinden, dan probeer ik 1 keer in de 2 weken zo'n video op te loaden. Up te loaden. 1 keer in de 2 weken? Niet met jou. Ook gelukkig maar. Niet met jou. Ik wil zeggen, het is een one time deal. Volgende keer ga ik jou opmaken. Nee. Oké, okay, doei. Thanks. Ciao.